ik zie daar precies een lamp flikkeren daarachter. Huh? Wat is dat daar in de bomen? Dat daar. Fucking! Shit! Shit, shit! Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe video. Oh, ik moet goed uitkijken waar ik loop. Ik ben nu op een andere locatie en hier ben ik anderhalf jaar geleden denk ik komen filmen. Een van mijn eerste video's, ik denk dat het vrijdag was, gedaan met werken. Ik kon komen filmen, ik ben 5 minuten bezig en toen begon het te regenen eigenlijk. En daarom dat ik eigenlijk toen ben moeten stoppen met filmen. Maar ik wil hier nu verder op ingaan, omdat ik nu aan het Albertkanaal ben en op de plaats eigenlijk waar ik sta en eigenlijk ja nog een stukje verder gegaan daar ja, op deze plaats gewoon van dit stukje tot daarachter waar ik direct naartoe ga stappen zijn er redelijk veel mensen uit het water hier gehaald. Dus wat dat betreft, om het anders te zeggen, zijn er hier lijken uit het water gehaald. Maar goed, zoals jullie zien, beesten. Ik hoop dat ik daar niet te veel last van heb, want ik ben hier al heel veel komen filmen. En ja, oftewel waren het gewoon heel veel beestjes die op mij zaten en mijn oren en mijn neus en overal. En alle gaten dat ik heb op mijn hoofd, daar zaten die in. Ja, oftewel was het gewoon aan het regenen of iets of dergelijk. Zat het gewoon niet mee. Ik hoop dat deze video nu wel mee zit. Dat alles mee zit, dat we iets kunnen waarnemen of ja. Ik zou gewoon zeggen, als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer, geef een like en een toffe reactie. Word eventueel lid van mijn kanaal, dan steun je mee aan het maken van nieuwe video's. Allemaal super, we gaan eraan beginnen. Let's do it! Ik ben nu eigenlijk hier op een plaats aan het wandelen waar dat ik nu direct naar links kan gaan. Jullie gaan direct die witte paaltjes wel zien. Hier staan witte paaltjes. Wacht, ik ga mijn lamp een beetje harder zetten. Hier staan witte paaltjes allemaal. Dit stuk hier tot helemaal daarachter. Daar staan hier jaarlijks toch wel brandweermannen, politie en ja, noem maar op. Dus om iets te zoeken in het water. Ik ben nu het stukje in het bos aan het lopen. En dat is eigenlijk de plaats. Dus stel dat iemand met kwade bedoelingen... ik zie daar precies een lamp flikkeren daarachter. Huh? Ja, wat was ik aan het zeggen? Ik zie daar een rode lamp flikkeren. Maar jullie gaan dat niet zien, maar ik wel. En nu is die weg. En nu weer terug. Huh? Wat is dat, jong? Kijk, ik ga jullie die rode lamp proberen te laten zien, hè. Wacht even, hè. Eens even inzoomen. Eens kijken of dat lukt, hè. Nee, dat lukt niet. Ik zie hem ook niet meer. Huh? Dat is raar. Ik ben nu op het strafste aan het zoomen, of ja, aan het inzoomen. En ik zie dat elke keer weer verschijnen en weggaan. Zo precies een rood lampje, maar... Hè? Kijk, en wedden als ik dat nu weer... terug op normale stand zet... dat dat lampje weer terugkomt, dat zo weer diep is. Oei. Ik ben precies toch wel redelijk diep aan het wandelen hier. Wacht, ik ga... Ja, daar is het weer, daar is het weer. Wacht, ik ga eens inzoomen. Ik ga proberen in te zoomen. Daar de lampje, daar ergens. Wacht, hè. Zie ik het? Nee. Huh?
gaat dat weer weg. What the fuck, ja. Wacht, ik ga mijn grote zak anders pakken. Wacht, hè. Eens kijken. Is er iets of iemand daar? Nee. Dat is een dikke wesp. Sorry, maar u moet ik doden. Fuck. Shit, ik ben er allergisch aan, hè. Shit. Fuck, ik mag niet gestoken worden, hè. Doe me dat. Doe me dat als een dikke. Oh, dat was een dik beest. Oh my god. Oh my god. Dat was een dikke wesp. Lieve kijkers, oh my god. Sorry. Die kwam echt op mij aan, gevlogen. Gevlogen. Die wou me de hele tijd steken. Oh my god, die... Allee, jongen. Ik wil er niet door een nest... Ik wil er niet door een nest gepakt worden. Of gestoken worden. Want dan ga ik allergisch reageren. Dat heb ik namelijk in het verleden al gehad. En mijn keel begint dan op te zwellen. En ik moet dan een spuit krijgen. Maar die spuitjes zijn natuurlijk op. En ik kan er niet meer aan geraken. Dus als er iets gebeurt met mij hier, weet niemand. Niemand dat ik hier ben. Niemand. Ah, doe me. Ik dacht dat die sliepen nu in een nest. Oh, daarom is het echt oppassen alleen. Echt waar. Mijn keel begint dan op te zwellen als ik een steek krijg. En dan moet ik... Nou, ik weet niet meer hoe die spuiten heten. Godverdikke. Kom aan, we gaan verder. Terug verder kijken wat die rode lamp was. Want dat was een agressief beest. In één keer, die lag op de grond. En ik wou erop trappen. Zo, die kapot trappen. Maar die schuift in één keer van onder mijn voeten weg. Waardoor dat hij echt agressief naar mij toe kwam. Misschien beter een dikke trui aangedaan, maar ja, het is warm, hè. Is er iets of iemand dat niet wil dat ik verder ga of zo? Ik weet het niet, hè. Hallo, is hier iemand? Weer al. Nee, dat kan niet, hè. Hallo. Kijk, nu begint dat weer zo erg te worden met die beestjes. Dat ik weer bijna moet gaan lopen. Maar ik heb me echt goed ingesmeerd, dus er kan niemand mee steken. Buiten wesp. Hallo. Wat is dat daar aan de bomen? Dat daar. Fucking. Shit. Ik hoop dat mijn camera goed nog is. Oeh.
kamer in orde is. Ziet er in orde uit. Oh, die was agressief, man. En telkens keer op dezelfde plaats. Is mijn lens niet? Nee. Shit, jongens. Oh, vies beest. Ik kan gewoon niet verder. Ik kan niet verder. Doe maar. Dat is nu al de zoveelste keer, hè. De zoveelste keer. Telkens keer is er hier iets waardoor ik niet kan doorgaan. Doe maar. Oh, dat was echt een hele dikke. Heb ik mijn sleutels nog in mijn zak? Mijn telefoon, ja. Oh, dit is gewoon met mijn leven spelen. Echt met mijn leven spelen. Oh, ik hoop dat er niks kapot is. Lieve kijkers. Oh, ik kan niet tegen wespen. Niet. Nee, je weet niet waar ik zit. Omdat ik juist op één locatie ben gegaan. Daar weet ze het adres van wel. Wel van. Sorry. En hier niet. En als ik door een wesp gestoken word, dan begint mijn keel op te zwellen. En na 5 minuten ben ik in coma, zo gezegd. Dan ben ik knock-out. En dan ga ik letterlijk dood. Dus ik zie dat er een fietser aankomt. Oh. Ik zie dat er een fietser aankomt. Momentje. Nee, dat is nog een stukje van hier. Doe me nou. Op een gegeven. Ik mag gewoon niet verder. Ik mag niet verder. En dat was een rode lamp die daar de hele tijd brandde. Dat is raar, want dat gaat gewoon in. Naar het bos, diep in het bos. Dat leidt naar nergens toe. Dat gaat gewoon diep in het bos, dus daar kunnen geen mensen zijn. Oh, mijn hand. Shit. Oh, daar is iemand. Is net voorbij gefietst. Ik dacht echt dat wespen niet actief waren. Het is s'avonds nog. Dus half 10 ongeveer, ja, 10:30. Dat was echt een hele, hele dikke. Ik weet niet of dat ik hem kan zien op beeld, ja of nee. Moet ik eens checken. Oh, lispel tot en met. Ik weet niet wat dat is. Maar iets wil niet dat ik verder ga. Dat is nu al de 4e keer. Ze willen niet dat ik verder ga op die locatie. Niet. Gewoon niet. Heel raar. Begrijp dat echt niet. Iets wil gewoon dat ik niet verder ga. Nu was het een wesp. Wesp, excuseer. De vorige keer was het gewoon een hele zware muggen. Dat was gewoon helemaal normaal. Het rare is, ik ben gewoon 2 keer daar naartoe geweest. Ik dacht van, oké, die wesp, die zal nu wel weg zijn onderhand. Die bleef daar gewoon. Die was exact op dezelfde plaats. En ik zeg het, ik ga niet overdrijven, hè. Maar ik denk toch, wacht hè, tot die zo groot was. Echt niet om te zeven. Zo groot was die. En er zijn al meerdere mensen gestorven aan wespensteken. Als ze met een heel zwerm op je afkomen. Dus die rieken dat blijkbaar. Als je in een doodtrapt of zo, komen die allemaal tegelijkertijd. Oh. Ik weet niet hoe ik dit moet doen de volgende keer. Ik weet het niet. Maar het is wel iedere keer dat ik 's avonds hier naartoe ben geweest. Overdag ook. Maar dan ben ik niet zo ver geweest.
En nu is er telkens keer iets dat op dat punt zegt van, je mocht hier niet verder. En ik zag een rode lamp en ik weet niet wat dat was. Af en toe voorbij. Misschien, ik moet het checken, misschien dat ik het op beeld heb, ik weet het niet. Maar dat komt af en toe voorbij, af en toe. Ah, dat was zo raar, hè. Oh, ik ben helemaal een adrenaline opgegaan. Oh, ik heb in één keer keiveel energie. Oh, ik heb me even hier zetten bij mijn auto. Lieve kijkers, laat weten of ik hier terug moet komen. Ik ga iemand meenemen die wespen kan vangen en kapot kloppen. En een muggenvanger heb ik nodig. Wat nog? Iemand die de ghostradio kan vasthouden, de lamp. Ik ben maar aan het zeven. Oh my god, jongens, dit was gewoon raar, heel raar. Heel raar. Goed, lieve kijkers, het spijt me echt dat ik niet verder ben kunnen gaan filmen. Ik moet direct mijn camera nog eens goed checken of dat er geen beschadigingen op zijn of zo. Dat zou ik echt enorm, enorm jammer vinden. Echt waar. Heel, heel spijtig. Maar op het eerste zicht ziet het er goed uit. Die lamp, dat interesseert me niet. Daar heb ik nog wel... Allee, daar heb ik enkele sponsors van die me zoveel lampen geven als ik wil. Die lamp interesseert me niet, want die was er afgevallen met die kamer. Maar ik hoop gewoon dat die niet beschadigd is. Ik weet gewoon niet wat zeggen. Buiten de outro natuurlijk. Goed, lieve kijkers, laat weten wat ik moet doen. Geef een like, zeker liken. Druk op die duim, liken op deze video. Reageer, zeker reageren. Dan weet ik gewoon wat ik moet doen. Dan zie ik jullie reacties, wat jullie leuk vinden, wat jullie minder leuk vinden. Kan altijd. Kunnen het niet altijd positieve aspecten zijn. Maar ik hoop natuurlijk van wel. Mijn kanaal is opgebouwd, 100 positieve allemaal. Dus ik hoop op allemaal positieve reacties. Abonneer, word eventueel lid. Steun je mee aan het maken van nieuwe video's. Bijvoorbeeld als mijn camera kapot is. Ik hoop van niet. Goed, lieve kijkers, ik zie jullie bij een volgende video. En er komt weer veel te veel speeksel in mijn mond. Dat is gewoon omdat ik zo opgewonden ben. Ik zie jullie bij een volgende video. En ja, tot ziens. Ik hou van jullie allemaal.